die schapen hier in Moerdijk. Die staan hier voor het landschapsbeheer. Maar wat is dat eigenlijk, landschapsbeheer? Wij doen dan landschapsbeheer met schapen. En dat is op een ecologische, natuurlijke manier, in plaats van met grote machines en tractoren het groen onderhoud beheren. We werken met een begrazingsplanning. Dus de schapen die staan dan zeg maar een korte periode op een perceel. En daarna gaan ze door. En dat doen ze dus 4 keer per jaar. Dus 4 keer per jaar komen ze op hetzelfde stukje terug. Met een tussenpoze van 7-8 weken. En in die 7-8 weken krijgt dan de begroeiing zeg maar kans om te bloeien en te zaaien in die rustperiode. Zonder hond zijn we reddeloos. Nee, dat gaat echt niet. Nee, dan moet je echt 8 of 10 mensen ervoor optrommelen zeg maar, om hetzelfde werk te doen als ik met 1 hond zou doen. De honden leiden wij zelf op, want een hond moet echt aan jou gaan wennen. Zeg maar. Als je een vreemde hond krijgt van 10 jaar oud, dat duurt wel een jaar voordat hij een keer een klik met jou krijgt, als hij die al krijgt. Dit vlees van de schapen, dat is wel zeg maar scharrelvlees. Ja, dit is echt scharrelvlees. Het meest geschikte stukje vlees wat en antibiotica vrij is en in de natuur opgefokt. Oh jee, de schapen zijn kwijt. We hebben meestal alles wel in de hand. Maar we hebben wel een keer meegemaakt, bijvoorbeeld in Willemstad, dat we de kudde moesten verplaatsen. En dan wouden we een proefje doen om echt door het centrum te lopen. Maar toen was de hond een beetje te enthousiast en toen schoot de helft van de kudde bij Bellevue op het terras. Dus toen moesten we even inschakelen. Nou, de bewoners van Moerdijk kunnen in ieder geval, als ze niet kunnen slapen, schaapjes gaan tellen.